Op het kartingcircuit van Driebergen is de vijfde wedstrijd verreden in een concours om het autoslalomkampioenschap van Nederland. Er wordt gereden in gewone tourwagens in de klassen van 500 tot boven 2000 cc. Op de toch al bochtige skelterbaan, waarop extra obstakels zijn neergezet, gaat het om de tijd waarin het parcours van 655 meter wordt afgelegd. De snelste wagen deed er 40 seconden over. Men kon nu en dan het fenomeen zien van een wagen die met stilstaande wielen door de bocht gaat. Op 9 september rijden de ongeveer 70 slalomrijders in Driebergen hun beslissende zesde wedstrijd.